Smekken. Als er één ding is wat ik heel irritant vind, echt gewoon irritant, dat ik bijna ga huilen, zo irritant, omdat ik niks kan doen, ik kan hem niet slaan, ik kan hem niet vergiftigen, dus ik moet maar huilen van binnen. Dan is het smekken, ik haat smekken, ik haat het zo erg. In ieder geval, er was een man, ik zat zo te eten, rustig, normaal, mond dicht. Opeens ik kijk naast me en ik zie een man letterlijk zo eten. Hij begon met een appel, oké? Hij begon met een appel, hij deed zo. Ik zo kijken. Ik zo, what the fuck is dit? Waar de fuck ben ik gaan zitten? En dan kon ik ook niet opstaan, want er was maar één plek. Er was maar twee plekken. Die van mij en die van die smekkende krokodil naast me, oké? Dus ik denk zo, well, weet je wel, ik moet rustig blijven. Ik kan hem niet klappen, ik kan hem niet vergiftigen. Dus ik moet gewoon rustig blijven. Je weet toch, van binnen een beetje huilen. Ik kan hem niks zeggen, want het is een man van in de 30. Dus ik denk, oké, ik blijf chill. Je weet toch, ik zit verder te eten, mijn ding te doen. Je weet toch, een beetje te drinken. Wees, ik hoor iets. Ik hoor iets van mijn rechteroor. Het komt in mijn rechteroor erin. En het eet me op van binnen, dat geluid. Koekjes. Smekkende koekjes. Die man at koekjes zo. Lekkere koekjes, zeg. Ik kijk naast me. En ik denk, oké, nu begin ik echt te koken, je weet toch? Nu beginnen mijn tenen gewoon pijn te doen van de irritatie, oké? Dus ik begin helemaal zenuwachtig te worden. Ik begin te zweten, ik begin gek te worden, ik begin rood te worden. En ik kijk hem aan en ik wil hem gewoon slaan tegen zijn kaak aan. Of nee, tegen zijn, tegen zijn kaak. Maar dat kan niet, je weet toch? Want het is een man, het is een oudere man, wat kan ik doen? Dus ik beslis, ik blijf weer rustig. Ik ga gewoon rustig in mijn hoekje zitten, huid van binnen. Maar ik laat hem gewoon zijn ding doen. Ik laat hem gewoon zijn ding doen, hoe pijn het me ook doet. Dus ik ga verder met mijn ding. Ik zit een beetje een boekje te lezen of iets. Opeens ik hoor iets. Ik hoor hem drinken, maar hij drinkt zo, hij drinkt zo. Dus ik kijk hem aan en ik denk, is het nou heet? Is het soep? Is het noedels? Het is water. Water is koud. Hoezo slurp je het als spaghetti? Hoezo? Hoezo? Hoezo drink je het gewoon niet als normale mensen? Maar oké, ik bleef weer bleef ik rustig. Totdat hij dit deed. Hij slurpt het water. En dat laatste. Dat overdreven doorslik als een krokodil, oké? Toen flipte ik uit, want ik wist hij deed het expres. Hij deed het om mij te irriteren, om mij te vermoorden, om mijn hersenen kapot te maken. Dus ik keek hem aan. En ik zeg, meneer! Hij zegt, ja, jongeman. Ik zeg, kunt u alsjeblieft normaal doen? Hij zegt, normaal? Wat bedoel jij, jongeman? Ik doe toch helemaal niks. Ik zeg, ja, een beetje normaal eten bedoel ik en drinken ook alsjeblieft. Hij zegt, maar dat doe ik toch? Ik zo, nee meneer. Nee, dat doet u niet. U drinkt en eet niet als een mens. U drinkt en eet als een krokodil. Houd daarmee op met eten als een paard, oké? Ik word er helemaal ziek van die mensen, ja? Ik haat smekkers. En die man kijkt me zo aan en hij zo, oké, maar ik kan er niks aan doen. Ik als een paard. Hou op mensen, hou op mensen. Niet smaken, alsjeblieft, korter zien.